Er moet een goede overweging gemaakt worden om mensen, maar vooral ouderen, met een ernstige onderliggende aandoening te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dit zei infectioloog Steffen Vrede in het programma Niet zomaar een prikje, naar aanleiding van meldingen dat er afgelopen week 15 ouderen in Nederland zijn overleden, 10 dagen na hun vaccinprikje. Het zou gaan om mensen tussen de 70 en 85 jaar met kwaadaardige gezondheidsproblemen. Vrede zegt dat in zo'n geval een vaccinatie juist averechts zou kunnen werken. We live and learn. Op andere gebieden weten we dat al. Kijk, als iemand 85 is en daar zou je plotseling een bepaalde vorm van kanker vinden, maar een voorbeeld te geven, dan zal de oncoloog er een paar keer over nadenken van, moet ik deze persoon dan nog wel chemo geven? Want die chemo kan voor zo iemand op zo'n gevorderde leeftijd met een hele fragiele gezondheid, kan meer kwaad dan goed doen. En dan doe je het niet. Dus kennelijk moeten we ook bij het vaccineren, moeten we kijken in hoeverre wij verwachten dat het vaccin voor zo iemand beneficial zal zijn, levensverlengend zal zijn. Suriname komt in aanmerking voor de AstraZeneca-vaccinaties. Internationaal wordt er volgens de infectioloog momenteel verder onderzoek gedaan als AstraZeneca voldoende bescherming biedt voor de groep 65-plussers. Zolang er geen duidelijkheid is hierover, bestaat de kans dat deze groep later gevaccineerd zal worden. Maar het is niet zozeer omdat het vaccin bij deze mensen onveilig zou zijn. En het is ook niet omdat dit vaccin bij deze mensen niet effectief zou zijn, maar het is omdat in die studiegroep, in die groep van 40.000 mensen, was de groep van 65-plussers bedroeg slechts 8%. En kennelijk vindt men 8% deelname een te kleine groep om te beoordelen of die groep adequaat beschermd is. Men is nu natuurlijk heel intensief bezig om een grotere groep, 60 en 65-plussers, te vaccineren. Maar ja, u weet, het interval tussen twee vaccinaties is 3 weken. Dus het zal minstens een maand of wat duren voordat wij een antwoord hebben op die vraag of dit vaccin 65-plussers net zo goed beschermt als andere vaccins.